Dames en heren, we hebben bij ons voorzitter Louis van der Meijdenberg van Adacia bij de opening van het nieuwe seizoen. Louis, een nieuw seizoen met Adacia. Start gaat meestal gepaard met het vriendenweekend, dat is nu. Wat houdt dat precies in? Ja, het vriendenweekend is inderdaad al vrij oud. Dat betekent eigenlijk de start van de nieuwe competitie. En dit jaar hebben we, vanwege vakantieperiodes, het weer even iets om moeten gooien. Maar dat betekent eigenlijk dat zowel de jeugd als ook de senioren de aandacht krijgen die ze verdienen. Dat wil zeggen, elkaar weer ontmoeten, de stoere vakantieverhalen elkaar kunnen vertellen en een beetje gezellig ballen. Dat is eigenlijk het verhaal van het openingsweekend. Goed. Louis, hoeveel leden heeft Adacia op dit moment ongeveer? We zitten op dit moment rond de 600 leden. En waarvan een aantal rustende leden zijn. Maar het merendeel is actief voetballer. En dat grootste gedeelte komt toch wel weer van de jeugd. 600 leden betekent eigenlijk omgerekend 10% van de Moegerse bevolking lid is van Adacia. Zo, ja, zo had ik het niet bekeken. Maar ja. Zo, ja. Ja. Ja, ja. Louis, de ambities van Adacia 1. Vorig jaar wel na competitie geloof ik, niet gepromoveerd. Nee. Hoe staan we er dit jaar voor? Nou God, inderdaad, vorig jaar uiteindelijk tweede geëindigd na een moeilijke start. En inderdaad ook na competitie gespeeld. Ja, dat is niet gelukt. Dus we beginnen gewoon weer in die vijfde klasse. En dan is het nu de taak aan de nieuwe trainer Johan Dijkstra met samen zijn assistent Piet Brekelmans om Adacia naar een hoger plan te tillen. Want we vinden toch eigenlijk wel dat het langzaamaan weer eens tijd is dat we weer naar die vierde klasse promoveren. Ja, dat zullen we nader eens bespreken met de jeugdvoorzitter, want die moet daar ongetwijfeld ook alles van weten. Zeker weten. Oké, okay, Louis, hartelijk dank en ja. Heel veel succes in het komende jaar. Dankjewel en bedankt voor uw komst. Graag gedaan. Dank je. We staan hier bij twee mensen van de jeugdafdeling, Theo Ratelband, de voorzitter, en Jan van Vechel van de technische commissie. Theo, jeugdvoorzitter van Adacia. Ja. Hoe lang doe je dat al? Ik doe het sinds een jaar, iets meer dan een jaar. Ik heb Adrie Jonkers opgevolgd, een jaar geleden. En hoeveel jeugdleden heeft Adacia zo ongeveer? Adacia heeft ongeveer 300 jeugdleden. 300 jeugdleden en hoeveel elftallen zijn dat dan? Wij hebben 24 jeugdteam elftallen. En dat is allemaal nog te regelen? Ja, maar, ja, dat is allemaal te regelen, maar je elftallen, de F's zijn geen elftallen, maar we noemen dat teams. En vanaf de C zijn het elftallen. Oké. Okay. Nou hebben we daar straks van de voorzitter gehoord dat jullie een nieuw jeugdbeleidsplan in elkaar getimmerd hebben. Klopt. Wat betekent dat precies? Nou, de organisatie wordt steeds groter, Adacia wordt steeds groter. Om wat zaken te structureren is het belangrijk dat je ook wat dingen op papier gaat zetten. En wij hebben dus we zijn 5 maanden bezig geweest met een jeugdbeleidsplan aan te schrijven geweest. En dat hebben we in mei af kunnen ronden dit jaar. En ja, daar staan zeg maar de taken van de voorzitter, van de jeugdcoördinator, van de technische man staan allemaal op papier. Wat is de taak van een trainer, wat is de taak van een leider? Zeg maar allemaal op het jeugdgebied. Dus een technisch jeugdbeleidsplan. Maar bij een technisch jeugdbeleidsplan hoort ook een technische coördinator. Ja. Wie is dat? Wij hebben een jeugdcoördinator, die hebben we sinds februari, dat is Leon Hutte. Leon Hutte heeft een contract voor 3,5 jaar. Is gestart in februari zoals ik zeg, maar eigenlijk start hij dus dit seizoen 100% met het volgen van de pupillen. En dat doet hij samen met Jan van Vechel en nog wat mensen die daaromheen draaien. Eigenlijk stuurt Jan van Vechel, stuurt de jeugdcoördinator aan. Jan, een technische jeugdcoördinator, wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, de technische commissie bestaat uit een aantal mensen. Eén daarvan is de jeugdcoördinator. Die neemt het technische en tactische gedeelte neemt die waar. En daar zorgt hij voor trainingen, oefenstof voor trainingen en die soort dingen. En dat moet hij op papier zetten. Dat doet hij samen met mij. Ik doe dan het meer theoretische gedeelte. Ik zorg ervoor dat de juiste mensen bij elkaar komen, dat er vergaderingen zijn. We gaan een interne scouting opzetten, zodat we meer spelers, meer elftallen kunnen volgen met meer mensen.
Leon Hutten is aangetrokken, die is al jarenlang in het vak actief. We hebben er een beetje geluk mee gehad, denk ik, dat we zo'n man met zo'n ervaring aan kunnen trekken. Die heeft ook deze, onder andere deze jeugddag opgesteld, het technische vlak, de oefenstof en zo. Een beetje op een spelende wijze de jongens vermaken in het begin van het seizoen. Wat we vooral willen is, we moeten jongens klaarstomen voor het eerste van Audacia. Dat is het doel. Maar we moeten ook bewaken dat alle kinderen, ook de kinderen die we minder kunnen voetballen, plezier blijven hebben in voetballen. En dat is heel belangrijk. En we moeten proberen daar een goede balans in te vinden. Leon Hutten zal vooral ook voor alle geledingen heeft hij ook een technisch jeugdbeleidsplan meegeholpen te schrijven. En daar staat in wat kinderen moeten kunnen in een SD-pupil of SE-pupil of F-pupil. En natuurlijk maken we daar gradaties weer in tussen de lagere F'jes, lagere E'tjes en de hogere E'tjes. En zo proberen we daar structuur te geven. We proberen de beste jongens met de beste te laten voetballen. Het hoeft niet altijd de beste voetballer te zijn, maar degene die ook en kunnen voetballen en ook gedreven zijn. Dat is ook heel belangrijk. Nou, dan moet hij vooral gaan waarnemen. Dat doen we ook samen met de interne jeugdscouting. En ik coördineer dat mee. Toch een hele taak. Dat is een hele taak, maar dat hoeven we gelukkig niet alleen te doen. Leon Hutten en ik hebben heel vaak commentaar. We hebben al goede mensen omheen staan die al jarenlang bij de club betrokken zijn. En daar maken we ook gebruik van natuurlijk om die er ook bij te betrekken. We hebben natuurlijk heel veel trainers, leiders. Gelukkig hebben we voor dit jaar ook wel alles rondgekregen. Want we moeten toch, iedereen moet er toch tijd in willen en kunnen stoppen. En we zijn blij dat we dat bijna 100% weer geregeld hebben. Er zijn nog een paar hiaatjes erin, maar die proberen we ook nog op te lossen. Ja, inderdaad, dus er gaat veel tijd in zitten. En zeker die eerste, want het is voor ons allemaal nieuw. Het is een nieuwe stap die we gaan ondernemen. We willen toch iets breder gaan dragen. Ook iets... toch iets professioneler proberen we het nou even op te zetten. Dat kunnen we met Leon Hutten. Die moet daar, die gaat ook s'maandags vooral in de diverse teams gaan we daar circuittrainingen voor doen. Dan willen we ook dat trainers die ook mee gaan bekijken, trainers niet van die teams, maar van andere teams, dan kunnen ze ook kennis vandaan halen. En zo proberen we daar meer vorm aan te geven. En krijgt de jeugd nou ook voldoende aandacht voor wat betreft spelregels? Eerlijk gezegd, nee, wij hebben geen spelregelavonden of spelregels. Dat komt er spelenderwijs natuurlijk, krijgen ze daar heel veel via de trainers, via de trainingen krijgen ze daar natuurlijk mee. De wedstrijden ook. Meestal komt er daar spelenderwijs in. Wat heel moeilijk is van de E'tjes, F'jes. Van de E'tjes naar de D'tjes gaan. Die komen van een klein veld naar een groot veld. Dan is de spelregels buitenspel, dat is al heel belangrijk. Maar dan willen we ook op het einde van het jaar de trainingen, dan gaan ze ook al voorbereidingen doen. Om op het grote veld te voetballen, leggen we wat meer uit en die soort dingen. Ja, maar dat wordt bijna elftal op elftal wordt gecoördineerd. Nou, het klinkt allemaal heel professioneel, moet ik zeggen. Met een ex-profvoetballer aan het roeren van technische zaken. Ja. Met daaromheen natuurlijk. En dat plan dat zal de komende jaren zijn uitwerking niet missen, denk ik. Dat hopen we. Heel veel succes daarbij. Dank je wel. Tot ziens.